De Tweede Wereldoorlog is sinds 1945 ons eikpunt voor goed en kwaad. Bepaalt voor een deel hoe wij naar de wereld kijken. Maar klopt ons beeld van die oorlogsjaren eigenlijk wel? En als het zo is dat de winnaar de geschiedenis schrijft, hoe zit het dan met dat andere beeld, met die andere blik? Winterswijk heeft sinds de oorlog het predicaat van NSB-dorp. Maar was het dat ook? En is het eerlijk dat een plaats tot op de dag van vandaag die last moet dragen? Kijk, dit is ook weer zo'n artikel. Dat is Musselt in Winterswijk. Winterswijk was eens een Nederlands NSB-bolwerk voor in de oorlog. Als je dit artikel leest, is het helemaal niet onderbouwd, maar hij klopt ook helemaal niet. Maar het is één van de vele artikelen. Het is één van de vele artikelen. En het klopt niet. En het klopt voor geen meter. En waarom klopt het niet? Omdat de cijfers heel anders laten zien. Ik heb al die artikelen nageplozen, of ze het met cijfers komen, maar er staan geen cijfers in. Maar ga je de cijfers erbij zoeken, dan blijkt dat gewoon 98,2% van de Winterswijkers niets met NSB te maken had. De leider heeft een bezoek gebracht aan verschillende plaatsen in Den Achterhoek. Onder andere woonde hij in Kringappel bij van de afdeling Winterswijk. Met den beauftraagde voor Gelderland inspecteert hij de opgestelde ereformatie. En het zijn dit soort beelden die Winterswijk tot op de dag van vandaag achtervolgen. Voor buitenstaanders de bevestiging dat Winterswijk een NSB-dorp was. Een beeld dat is ontstaan door de verkiezingsuitslag bij de statenverkiezingen van 1935. En wat blijkt dan? Dat daar een lokale factor heel erg belangrijk is. En dat is de plaatselijke veearts, dokter Wim Bos. Buitengewoon populaire man, vooral onder de boeren. Charismatische man, die zich ook met politiek bemoeide, eigenlijk met gemeentebelangen. Maar op de lijst stond voor de NSB bij de statenverkiezingen. En dan halen ze 20%, wat trouwens nog niet het hoogste is. Want ik begreep dat Ruurlo hier niet zo ver vandaan 21% had. Al die boeren, die liepen daarmee weg. Maar die stemden geen NSB. Dat zeggen ze ook wel in krantenartikelen. Later zeggen ze ook een keer in een krantenartikel van wij, een groep NSB-stemmers hebben op Dr. Bos gestemd, maar niet op de NSB. Winterswijk heeft er een soort reputatie aan overgehouden, omdat die Bos daarna wethouder is geworden en in de oorlog in 1942 zelfs burgemeester van, NSB-burgemeester van Winterswijk. Nou, hij heeft na de oorlog 4,5 jaar gekregen, dus hij is behoorlijk aangepakt. En dat komt ook omdat hij zich buitengewoon Duits-vriendelijk heeft opgesteld. Dus die straf is alleszins begrijpelijk. Maar het is eigenlijk niet terecht om daarmee heel Winterswijk als een NSB-dorp af te schilderen. Want we staan hier voor de beeldenis van mevrouw Kuipers-Rietberg. Want zij is degene, of in ieder geval in haar huis, is in feite de landelijke organisatie voor onderduikers opgericht. De belangrijkste verzetsorganisatie in Nederland gekend heeft. Het beeld wordt dus vertekend door de verkiezingsuitslag van 1935. Van die 20% is 4 jaar later, als de NSB haar ware gezicht heeft laten zien, verder is geradicaliseerd, nog maar de helft over. En slechts een miniem deel van de Winterswijkse bevolking steunt de beweging actief. Toen de oorlog begon hadden wij 180 NSB-leden. En dat op een bevolking van 20.000, haal daar de kinderen af, kom je op 16.000 uit. Kom je uit op maximaal 2,8%. Het is onterecht naar die 98,2% die geen NSB zijn geweest. En dat vind ik zo onterecht naar onze voorouders. De oudere generatie sprak hier er niet over. Die wilde niets meer over de oorlog, net zoals in andere plaatsen. Ze wilden er niet meer over hebben. Maar dan denk ik ook, ik denk dat dat hun ook altijd pijn heeft gedaan. Maar zo onterecht. Als je, op een gegeven moment had je hier de spoorwegstaking. Dan moesten 200 spoorwegmensen moesten onderduiken. Die waren allemaal weg. Ja? En waar hebben die gezeten dan? Allemaal hier op de boerderijen. Dat is ook zo'n fabel dat er werd gezegd dat de Winterswijkse boeren, dat waren echte NSB-aanhangers. Klopt helemaal niet. Want die hadden juist onderduikers. Die hadden heel veel onderduikers en je ziet het ook in de ledenlijsten, de officiële ledenlijsten van de NSB, dat ze in 1940 helemaal de NSB niet meer ondersteunen. Die zijn allemaal in 1937, toen het antisemitisch werd, zijn ze allemaal afgehaakt.
hoe één man het beeld kan bepalen. Bos wordt in 1942 burgemeester van Winterswijk. En hoewel hij niet als jodenhater bekend staat, schrijft hij in 1943 aan de bezetter dat er van de Joodse gemeenschap nog maar 5 personen in Winterswijk verblijven. Na de oorlog blijkt dat 80% van de Winterswijkse Joden de oorlog niet heeft overleefd. Ze hadden een grote Joodse gemeenschap, Winterswijk. En het is onmiskenbaar dat in gemeenten waar een NSB-burgemeester zat en waar dus een grotere bereidheid was om ambtelijk met de SS en de Sicherheidsdienst mee te werken, dat daar het aantal slachtoffers het grootst was. Daar zitten wel vaak toevalfactoren in, maar dat zal voor Winterswijk zeker een rol hebben gespeeld. In de rechtszaak tegen Bos is ook duidelijk geworden dat hij op individuele schaal een aantal mensen heeft geholpen. De Jong schrijft daar zelfs over, dat om het beeld van Bos enigszins te nuanceren, dat hij ook Joden heeft gewaarschuwd. Maar dat zie je eigenlijk overal. Dat zelfs Jodenjagers, dus mensen die er bijna een beroep van maakten om Joden op te sporen, die hebben altijd wel kennissen, familieleden gewaarschuwd van er komt iets aan. En dat deden ze soms wel uit pure mededogen, maar meestal met het oog op een rechtszaak later. Dat zij wisten dat ze dan ook een paar plusjes aan de goede kant hadden staan. Dus ook de NSB-burgemeester Bos uit Winterswijk deed niet alleen maar slechte dingen? Nee, dat geloof ik niet. Er is een boek over geschreven door Kroosenbrink. Dat is eigenlijk een heel genuanceerd boek. Waarin zijn kwalijke kanten en zijn enorme ambitie duidelijk worden. Maar waarin ook die verhalen staan dat hij af en toe wel eens mensen geholpen heeft. In die tijd was een predikant uit Heemse die wegens zijn felle preken in de zomer van 1942 had moeten onderduiken. In Winterswijk, waar hij in besloten kring gesproken had, in contact gekomen met een hoofdbestuurslid van de Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen, mevrouw Kuipers-Rietberg. En in augustus 1943 vond deze eerst uitsluitend boven de rivieren werkzame organisatie aansluiting met katholieke groepen in Brabant en Limburg, die voor een deel via kerkelijke verbindingen hetzelfde werk deden. Uit dit contact tussen Noord en Zuid groeide eerst waarlijk de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, meest genoemd de LO. En die onderduikers... Als er één man ons beeld over de oorlog heeft bepaald, is het Lou de Jong. Eerst met de televisieserie De Bezetting en vervolgens met zijn 14-delige standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. En ook in zijn werk, en dat is tegelijk ook de kritiek, ligt de nadruk op goed en fout, zwart-wit, waardoor een niet altijd evenwichtig en genuanceerd beeld ontstaat. Ingewikkeld is de beschrijving van het verzet, wat een belangrijk deel van onze geschiedenis is. De geschiedschrijving van het verzet komt eigenlijk voornamelijk voort uit de bronnen van het verzet zelf. Logisch, want dat waren de enige mensen die erover konden horen, die hadden eraan meegedaan. Dat heeft wel een vertekening teweeg gebracht. Wat we nu steeds vaker zien, is dat de mensen die er voluit over praten, en de mond vol hadden, naar voren traden, dat die eigenlijk de rest hebben overschaduwd. En de rest, dat zijn mensen die zeiden, ik heb gedaan wat mijn plicht was, ik hou verder mijn kop erover en je hoort mij er niet meer over. Daar zijn er heel veel van geweest, dat is zeg maar het stille verzet, die gewoon doorgegaan zijn, namelijk met hun geheime werk, maar ze hielden hun werk na de oorlog geheim. En nu komt er heel af en toe zo'n verhaal boven water, waarvan je dan zegt, god, daar heb ik nooit over gehoord. En zo, daar zijn natuurlijk nog heel veel van. Dus dat beeld van het verzet is echt vertekend door de mensen die aan deelnamen zelf. De een omdat hij erover op de borst sloeg en de ander omdat hij het anders stilgehouden.